Goedemorgen allemaal, welkom bij de voorbeschouwing van dag 6 van het NK Jeugd 2012. Mijn naam is Hichem Boulafa en ik zit naast David Klein, nog steeds internationaal meester, net als gisteren. En David, ja, we gaan even kijken naar... De A-groep eerst, hè? Ja, de indelingen, de indeling van de A-groep. En gisteren was er een belangrijk duel, bord 1, tussen Julian, die een half uur voorstond op Jordan van Foreest. Klopt. Het werd uiteindelijk remise. Volgens mij wel een partij van hoog niveau. Volgens mij ook wel twee van de jongens die echt kans hebben op de titel. En Julian staat nu een half uur voor. Ja, en speelt nu tegen Peter Ibma. En Peter Ibma is toch wel de meest aparte speler, kan ik zo wel zeggen, van het toernooi. Hij is zo wisselvallig. Hij kan echt briljant spelen. Hij heeft in één toernooi van 3 grootmeesters of zo gewonnen in Groningen. Echt waar? Hij kan ook spelen, ja, heel zwak. Dus ja, het is gewoon 50-50. Maar hij zal sowieso, denk ik, niet voor remise gaan. Hoe speelt hij dit toernooi? Ja, dit toernooi. Hij heeft 1 partij verloren van Jordan van Foreest. Die heeft hij, denk ik, terecht verloren. Omdat hij met dat mooie kwaliteitsoffer. En voor de rest, ja, speelt hij vrij normaal. Vrij stabiel, vind ik, voor zijn doen. Dus ja. Maar goed, Julian. Julian is wel heel goed, hè? Julian ook nog met wit. Ja. Ja, het wordt pittig voor Peter, dat geef ik toe. En bord 2, daar speelt dus Jordan, degene die nu op nummer 2 staat. Ja. En die speelt tegen Bart van Meijveld, die gisteren, als het goed is, met een beetje mazzel had gewonnen van Elwin. Ja, maar ik denk dat het wel terecht is dat hij uiteindelijk heeft gewonnen. Want Elwin heeft al zoveel partijen met geluk gewonnen. Dan mag je ook best wel een keer met geluk verliezen, zeg maar. Of met anti-geluk. Ja. Dus dat is een beetje een balans te houden. Karma, ja. Oké. Okay, eigenlijk vind ik zelf de leukste partij voor vandaag is Arthur Pijpers tegen Anne Haast. Ja, eigenlijk twee spelers die dit toernooi niet doen zoals ze verwacht zouden hebben. Anne die verloor in het toernooi ronde 3 tegen Julian van Overdam. En dat was, ja, geen beste partij. Dat was echt een hele slechte partij. Ze komt wel terug, hè. Gisteren had ze een prima partij gespeeld. Ja, aparte opening trouwens. Was heel apart speelstijl. Maar ze heeft prima gespeeld. Maar ook Arthur, die is ook niet tevreden met zijn toernooi. Dus, want hij verloor in ronde 4 tegen Elwin. Ja, dat was hij zeker niet tevreden over. Nee, precies. Maar wat het leuke eigenlijk van dit duel is als ze remise spelen, zijn ze beide nog in de race voor de titel. Verliest de ene, is hij meteen misschien wel afgeschreven voor de titel. Dus er staat heel veel op het spel. En wie schat jij in dat gaat winnen? Nou ja... Ja, Arthur op papier heeft die beste kansen. Ja, ze hebben een beetje hetzelfde speelstijl, weet je wel. Ze spelen allebei heel agressief schaak. Ja. Zijn allebei goed in rekenen, goed in trucken. Zijn niet zo heel positioneel ingesteld. Arthur is vooral theoretisch... Ja, theoretisch beter sterker dan Anne. Dat is waar. En hij heeft ook nog wit. En... Ja, dat speelt allemaal mee. Maar ja, in de spanning van zo'n toernooi kan er van alles gebeuren. We hebben van alles al gezien. Dus ja. Ik vind Anne met zwart echt een stuk minder. Want ze speelt altijd... Arthur zal wel E4 spelen en Anne zal wel E5 spelen. Het is al gespeeld. Ik heb al kort gekeken. Ze spelen waarschijnlijk Spaans. Het is een soort Spaans, inderdaad. En dat is rustig. En dat is niet echt... Ja, ik weet ook niet waarom Anne dat speelt. Ja, maar Anne moet eigenlijk Siciliaans gaan spelen. Ja, dat speelt ze ook al. Maar ze durft het nog niet aan, denk ik, tegen iemand van het kaliber van Arthur. Maar ze speelt dan Taimanov al een tijdje. Oké, ja, dat zal veel meer liggen. Want Spaans is toch een beetje rustig voor haar, heb ik het gevoel. Maar ja, je hebt ook in het Spaans natuurlijk veel agressieve mogelijkheden. Ja. Zoals Jenisch of zoiets dergelijks. Maar ja, dat doet waar. Er verder niet toe. Hey, maar is er verder nog in deze groep een partij... Ja, Maurits Duiven tegen Maurice Manoch. En ik hoop dat Maurits een keertje gaat winnen. Maar dit vind ik echt zo'n... Ja, dit is echt een emotioneel duel. Want, ja, klopt trouwens. Heb je dat interview gisteren gezien met Maurits Duiven? Dus de jongen zit in een rolstoel en die speelt hier mee. Was Limburgs kampioen. Ik vond het echt een heel mooi interview. En de moeder... Van hem zat ernaast te huilen. En
Nou, dat is echt een heel mooi interview. Ja, ik vind het heel bijzonder dat hij met zoveel plezier meedoet. Ja. Ik vind het heel jammer dat hij nog steeds 0 punten heeft. En ik gun hem het allerbeste. Ja. Maar ja, ik gun Maurice ook het allerbeste. Ja, want Maurice die vandaag in... ik weet niet of we dat in beeld kunnen krijgen. Maurice speelt vandaag in pak. Want volgens mij heeft hij vandaag de begrafenis van zijn oma. Ja, dus het is een emotioneel duel. Ja. En ik gun eigenlijk allebei een punt. Helaas kunnen we dat niet regelen. Misschien kunnen we dat regelen. Kunnen we van Aardstrik vragen? Oké, is goed. We gaan een punt regelen voor beide spelers. Oké, de A-meisjes. A-meisjes. Ja, in de A-meisjes speelt Nathalie van der Lende een erg goed toernooi. Ze heeft nog steeds niet verloren. Ze heeft gisteren weer gewonnen. Goede partij. Oh, speelde ze gisteren niet tegen een concurrent? Nou, niet een directe concurrent, dacht ik. Even kijken. Nathalie speelde gisteren tegen Celine. Oh, nee. Ja, nee. Maar even kijken. Nathalie heeft tot nu toe Sofia gehad op remise gehouden. Dat is wel een concurrent. Ze heeft Anne Lambrechts gehad. Ja, iets minder concurrent. En Shannon Vlaar ook. Dat en is wel een concurrent trouwens. Want Shannon heeft wel 4 uit 5. Ze heeft voor de rest alles gewonnen. Oh. En oh, er is Shannon trouwens best wel twee krakers in deze groep. Je hebt Diana Dalemans tegen Shannon Vlaar. Mm-hmm. En je hebt Annemarije Kazarian tegen Nathalie. Ja, dat is een belangrijke. En Annemarije tegen Nathalie. Als Annemarije nog wat wil bereiken dit toernooi, zal ze moeten winnen nu. Het is nog niet Annemarije's toernooi, hè? Nee, het nee. Het is nog niet als vorig jaar. Maar ze is ook, ja, het is toch de tweede keer al dat ze meedoet. Ze is nog erg jong, hè? Hoe oud is ze nu? Ja, ze is de aankomende 10 jaar nog geen aantje, volgens mij. Nee. Ze is echt nog heel jong. Ze is heel jong, dus ze heeft nog alle tijd om dit toernooi te winnen. Maar dit jaar wordt het heel lastig, denk ik. Ja. En Diana Dalemans tegen Shannon Vlaar, ja, dat wordt een spannende partij, denk ik. Er wordt veel geofferd. Ik zet mijn geld op Diana. Ja? Ik zet mijn geld op Diana. Is dat alleen vanwege de ratings? Of nee, ik heb gedachten. Even kijken, volgens mij heb ik één je keer tegen... wel een enorme winning spirit, hè? Ik heb één keer tegen Diana gespeeld. Ik vind haar gewoon ja, veel gemotiveerder en zo. Ja, ik heb, volgens mij 2 keer tegen Shannon gespeeld. En ik won 1 keer volgens mij in 4 zetten 2 stukken of zo. Dat is echt bizar. Hoe kan je in 4 zetten 2 ja, stukken? Ja, nou, dat zoiets was het. Ik ben het serieus. Het was echt bizar. Oké, maar we moeten kijken naar dit toernooi. Dit toernooi speelt Shannon een erg goed toernooi. Mm-hmm. Tot nu toe. Ze heeft 4 keer gewonnen. Ze heeft alleen nog niet alle concurrenten gehad. Dat ja, is precies. Waar. Ze want heeft nog wel het zwaarste schema. Ze heeft nog wel het zwaarste schema, inderdaad. Maar we zullen zien. We zullen zien. Ik ben benieuwd. Oké, de B-jongens. Ja, B-jongens. De B-jeugd. Ja, de B-jeugd. Roger Meng won gisteren van Hing Ting Lai. Mm-hmm. En ik denk dat Roger gewoon een toernooi gaat winnen. Hij is zo veel beter dan de rest. Dit dachten we de afgelopen 2 jaar ook, hè? Toen won hij toch ook? Nou, even denken. 2 jaar geleden volgens mij niet. Het werd uiteindelijk nog ingehaald door Steven Beukema. Werd het barrage. Oké. En die verloor hij. Maar ja, oké, hij zet een halfje los, maar... Ik bedoel, ja, Steven Beukema, die verloor gewoon even van Hing Ting Lai. Had gewoon even een slechte dag. Oké, Steven Beukema, dat is ook de grootste concurrent, denk ik, voor Roger. Maar in principe, hoe Roger dit toernooi speelt, is wel heel overtuigend. Maar hoe Steven Beukema gisteren won, dat was echt impressive. Ja, dat is waar. Hij offerde 3 pionnen. 3 pionnen geofferd en het was... Voor langdurige compensatie, hè. Want het was niet meteen duidelijk waar zijn compensatie was. Ja. Dat was echt een partij van hoog niveau van Stefans kant. Ja, en wat gaat Hing Ting Lai doen? Hij heeft gisteren verloren, heeft nog steeds een heel goed toernooi. En kan hij nog een keer verrassen. Tegen Jan van Overdam zou hij zomaar gewoon kunnen winnen, ja. Ja, maar hetzelfde geldt voor Jan van Overdam. Ook goede speler. Enige speler die niet heeft verloren van Roger Meng. Remise gespeeld. Zijn ook clubgenoten van elkaar. Ja, Lars Verreggen is een beetje gezakt, want die heeft gisteren verloren tegen Steven Beukema dus. Ja, maar die kan ook gewoon nog terugkomen natuurlijk. Die kan nog terugkomen, maar dat zie ik niet gebeuren eigenlijk. En, nog heel veel iets moois, Erik Vrieman heeft gisteren zijn eerste partij gewonnen, waardoor niemand meer op 0 punten staat. Oké. Dat is altijd mooi meegenomen. Ja. Ja, maar ik bedoel in de B-groep. B-meisjes. En er werd hier al gesuggereerd dat er wel nog mensen op 0 punten staan. Ja, dat is in deze groep Lotte. En ik hoop dus ook dat ze gaat winnen vandaag.
Ja, Lotte van der Wouden. Bij de halve finale meisjes, dat was in Amersfoort, speelden ze wel goed. Maar ik had ook wel een beetje idee dat, want er waren twee poeltjes. In de één zaten Frederike Klopstra, Xadia van Brunsvoort, die ging uiteindelijk door. Mm-hmm. En in die andere groep zaten Lotte van der Wouden en... hoe heet dat andere meisje? Louise Beukema. Ja. En die gingen ook door. Maar ik had het gevoel dat die groep echt veel zwakker was. Want er zat... Is dat zo? Ja, want er zaten... Het is gewoon op rating ingedeeld. Nou, ik weet het niet. Maar dus die partijen waren ook de hele tijd heel snel afgelopen. En werden allemaal stukken weggegeven. En okay. Lotte en Louise wonnen van hun concurrenten. En uiteindelijk speelden ze de laatste ronde tegen elkaar. Snel remise, nou, klaar naar huis. Dat zou ik ook doen. Dat is toch slim? Nee, daar gaat het niet om. Maar het gaat om dat zij in een veel zwakkere pool zaten. En ik weet dat niet maak of jij ervan, toch? Dat zijn jouw woorden. Maar Lotte speelt tegen Louise. Zal het weer zo'n snelle remise worden dan? Daar ben ik dan ik ben wel benieuwd hoe dat gaat winnen, ja. Want Louise is ook niet... In vorm. In vorm op dit moment. Oh, je hebt wel gewonnen van Frédéric Lacour. Dat was gisteren, ja. Dat is wel verrassend. Nou, misschien dat ze toch nog even een paar puntjes pakt in de laatste paar rondes. Zou leuk zijn. Hey, ik zie eigenlijk weer twee krakers. Frederike Klopstra tegen Katelijne Sanders. En Willemijn de Voogd tegen Alana Vlaming. En we hadden het er gisteren over. We hebben ons trouwens ons onderling duel hebben helaas remise gespeeld. Daar baal ik nog steeds van. Gisteren speelde Alana Vlaming tegen Roze Ratsma. Ja. Weer de saaie remise. Hey, ik vroeg me af. Kunnen we niet een barrage doen tussen ons tweeën? Zodat we toch nog kunnen beslissen. Doen we van de week wel. Komt wel goed. Is goed, Hiesem. Maar even kijken. Dus op bord 1, Frederike Klopstra tegen Katelijne Sanders. Ja. En Katelijne natuurlijk de... Favoriet in dit duel. Maar ja, Frederike heeft toch wel verrassende uitslagen dit toernooi. Want in de eerste ronde stond ze helemaal gewonnen tegen Rosa Ratsma. Ja, klopt. Bood ze remise aan. Ja. Ze was een beetje bang dat ze het nog weg zou geven. Tweede ronde tegen Willemijn de Voogd. Ook heel hoog geplaatst. Speelt ze ook remise tegen. Derde ronde wint ze zelfs tegen Lotte van der Wouden. Mm-hmm. Ja, de vierde ronde pakt ze dan een nulletje. Maar gisteren ook weer een remise tegen Xadia. Ja, ze is heel solide. Ze speelde een goed toernooi. En ik heb al gezien, ze heeft vandaag 1-4 geopend. Bijzonder. Bijzonder. Stiekem een tip van mij. Ik heb het verteld van tegen Katelijne, doe mee iets raars. Oké, nou ja, 1-4 is zeker raar. Ik kan me herinneren dat jij nog wel raardere openingsset hebt gespeeld. Heb je ooit 1-3 gespeeld, toch? Ik heb ooit een keer in een partij een zet gespeeld waardoor ik na 2 zetten een pion weggaf. En dat ging zo. F3, E5, ja. En toen deed ik C4. En toen kon mijn tegenstander al een pion winnen. Dame H4 schijnt. Ja, hij zag het niet, ik zag het ook niet. Maar uiteindelijk won ik die partij wel. Oké, ja. Maar goed, eigenlijk moet je zulke dingen niet spelen. Nee, want het is een beetje... Ook een beetje denigreren. Ja, nee, ja, disrespectful. Ja. Maar F4 kan gewoon. Dat is natuurlijk gewoon een normale opening. Prima, ja, zeker. En weet je trouwens dat ik 0% heb tegen 1-4? Ik verlies altijd maar weet je niet, heel veel spelers kennen geen theorie nee, tegen 1-4. Nee, ik ook niet. Ik weet niet sommigen wat ik kennen moet dan gambietjes met E5 en zo. Maar dat is eigenlijk helemaal niet goed voor ze. Oh ja, voor de kijkers die ooit een keer tegen mij spelen, doe alsjeblieft geen 1-4, daar heb ik een hekel aan. Ik doe het maar gewoon wel. Oké. Okay. Naar de C-jeugd. Ja, de C-jeugd, dat is... hoe gaat het daar eigenlijk? Ja, Joris Gerlach had gisteren van Thomas Beertsen gewonnen. Wauw. En staat aan kop. Is dat echt gebeurd? Ja, is echt gebeurd. En terecht. Hij heeft een goede partij gespeeld. Oh. Dit, had je niet verwacht, even sprakeloos, ja. Ik had wel verwacht dat Thomas Beertsen... goede kans had, ja. Toernooi, maar ik zie dat Thomas eigenlijk met 3 punten heeft. Dat had 2-0 gepakt. Tegen Robin Lacomte, begrijp ik nog wel. Robin is gewoon wel... Nou, maar Joris is een goede speler. Hij heeft gisteren echt heel goed gespeeld. Wat voor rating heeft Joris Gerlach? 1800, maar hij is gewoon underrated. Ja, oké. Nou, dat doet hij goed. Ja. Dus even kijken. Dan staat Thomas alweer En onze kleine held, zullen we maar noemen, Lucas... Die kleine Lucas. Super slimme jongen die limieten al doet. Die speelt tegen Ankiet. En ook een hele slimme jongen. Dus dat kan ook heel spannend worden. Als ik Ankiet zie, dan denk ik altijd aan Anand. Want Ankiet speelt zo degelijk.
Ja, maar is ook een beetje een degelijk. Hij offerde gisteren nog een toren. Nou, Ankiet is echt de degelijkste schaker die ik ken. Ik heb hem ook eventjes... ik heb een keer met hem in een huisje gezeten. Was ik even zijn trainer. Oké, hij is degelijk als persoon. Hij is... Nee, maar heel ook rustig. Als schaker is hij zo degelijk. Maar hoe verklaar je dan dat hij gisteren een toren offerde? Ik dag weet het niet. Anand offert ook wel eens een toren. Okay. Maar hij speelt echt solid. Dat is waar. En hij verliest bijna nooit. Nee, dat klopt. Hij is echt een degelijke speler. Thomas Beertsen tegen Colin Stolwijk zie ik hier ook staan. Thomas Beertsen tegen Colin Stolwijk, dat is echt een spannend duel. Dat is misschien wel de sterkste partij in die groep vandaag, hè? Want Colin is heel hoog geplaatst. Ja. Even kijken hoeveel hij is geplaatst. Vierde geplaatst, de nummer 1 tegen de nummer 4 geplaatst. Ja, is spannend. Maar ja, het zegt allemaal niet zoveel, hè? Ze zitten allemaal vrij dicht bij elkaar. Ik weet niet, zou Thomas, zou die er doorheen zitten of gaat hij vandaag? Nee, Thomas zit er niet doorheen. Ik heb net met hem gefietst naar de speellocatie toe. Was hartstikke gezellig. Hij had lekker zijn voetbal mee. Hij had er helemaal zin in. Hij feliciteerde me trouwens nog dat Ajax kampioen is geworden. Terwijl hij een enorme Feyenoord-fan is. Ja, dat is omdat wel hij goed toch nog Europees voetbal haalt voor het eerst sinds zoveel jaar. Ja, hij zat er totaal niet doorheen. Hij had het gewoon prima naar zijn zin. Hij wist gewoon wat hij fout had gedaan. En hij wist dat hij nog steeds kans had. Okay. Dus we zullen het zien. Hey, ik zie dat Wang Yang... Een baai heeft. Dus blijkbaar is de groep oneven. Ja, of één iemand speelt niet. Ik zie hier dat Rolf gestopt is met het toernooi. Of in ieder geval vandaag niet speelt. Aha. Oh, er is iemand naar een begrafenis. Aha. Ja. Wel triest zeg. Dat er... Ja. Nou ja, heel veel sterkte iedereen. Ja. Oké. Gaan we naar de C-meisjes. Ja, oh. Lola. Het is fantastisch wat ze doet. Lola. Het is de enige persoon op het NK die nu nog 100% heeft. En ze is gewoon... Ze heeft gewoon 500 ratingpunten minder dan de eerste geplaatst in de groep. Ja. Het is echt geweldig wat ze laat zien. Maar hier. Ik zie ook... Ik moet er wel een beetje om lachen. Lola, die heeft al alles sterke eigenlijk al gehad. Ja, die dat speelt ook nu nog. Tegen Olivia Meng, die gewoon de helft minder punten heeft. Bizar, hè? Dat is best wel bizar, ja. Ze gaat echt gewoon... Jezus, maar ik ben zo benieuwd wie haar trainer is. Dat moet echt gewoon de beste trainer van de wereld zijn ongeveer. Ja. Dat moeten Volgens we echt moeten vragen. Wij daar ook eens training van krijgen. Ja, echt. We kunnen nog beter worden. Echt ongelooflijk. Een TPR, 1000 ratingpunten meer dan de... 1000 punten meer dan de rating of zo. Dat is echt te bizar. Ze staat nu op +3. Dat betekent... Dat is 90 ratingpunten. Nou, ik denk minstens. Meer. Ik denk waarschijnlijk dat meer. K-factor wel... Dus ze gaat echt helemaal super. Hé, maar we zijn stiekem een beetje fan van haar geworden, hè? Maar dat hebben we al heel nou, vaak ik zal je verteld. Zeggen, er lopen hier mensen rond met het idee fanpagina te maken voor haar. Want iedereen vindt haar geweldig. Want ja, klopt. Wat ze laat zien is echt ongelooflijk. Heel hoog niveau. En het is ook een heel spontaan meisje. Heel aardig ook, heel het aardig. Ja, leuk. Echt leuk. We gunnen het haar. Ja. Voor de rest zien we dat Wie kan haar nog inhalen? Wie kan het haar nog moeilijk maken? Ja, nou ja, dan moet het komen van Cheryl Lawyer, Quirine Nabo of Maaike Keetman. Die zitten nog 1,5 punt erachter. Die maken nog steeds kans. Kijk, maar als Lola gewoon nu goed in haar vel blijft, geen spanning krijgt, dan wint ze gewoon het toernooi. Ze wint dan gewoon het toernooi. Nou, ze moet alleen haar hoofd koel houden. Niet denken dat ze nu al er is. Als ze vandaag wint, dan is ze er echt al zo bijna. Dan is ze er echt dan moet bijna. Ze echt nog 1 uit 3 scoren of zo. Ja, de klopt, drie klopt. Ah, we gunnen het haar. Ja. Maar we moeten het nog maar zien. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. Nou, wij zijn in ieder geval... dit was het eind van de voorbeschouwing. We zijn straks terug met... live commentaar van onder andere Lars Otus. En wie is Lars Otus? Lars Otus is tweevoudig Nederlands kampioen. Heeft de afgelopen 2 jaar de A hier gewonnen. Is helaas te oud geworden om nog mee te doen. Anders had hij het zeker gedaan. Want hij is echt gewoon een liefhebber van schaken. Het is ook gewoon een aardige gast. En vlotte babbelaar. En we gaan... wie er naast hem zit, dat... Er zit ongetwijfeld of ik of Wouter Roggeveen naast. Maar dat zullen we nog zien. Misschien allebei. Misschien allebei, is ook gezellig. Hey, dit was het voor deze keer.
Hichem, wij gaan nog een keer een barrage spelen. Maar komt dat goed. Komt goed. Dat zullen we ook nog filmen dan. En, ja, wij zijn over... Hoe laat zijn we terug? Hoe laat zijn we terug? Half één live commentaar. Surinaamse tijd? Of, misschien... Normale tijd. Half één normale tijd. Misschien loopt het een beetje uit, maar dan staat het... Dan krijgt u dat te horen. Surinaamse tijd. Oké, dit was het voor deze keer. We zijn er de volgende keer weer bij.